Het misbruik begon toen Linda drie was. Alles wat je kan bedenken, dat is ook wel gebeurd. Dus, haar uh... opa probeerde haar stil te houden door Linda cadeautjes te geven. Op een gegeven moment zei hij ook dat het ons geheimpje was. En toen had ik misschien, had er misschien een lampje moeten branden. Maar ja als je zes, zeven, acht bent, dan, dan, dan denk je zo niet na. Dat besef kwam wel toen ze negen was. Ja, en ik liep gewoon de trap af. En ik, ja, ik was natuurlijk zenuwachtig. Dat, dat is nogal wat om dat te vertellen. En toen vertelde ik mijn moeder dat, uh, ja, dat opa met mij wilde vrijen, zoiets zei ik. Misbruik binnen de eigen familie. Het komt veel vaker voor. Waarschuwt de rapporteur seksueel geweld tegen kinderen. Ik denk dat de maatschappelijke alertheid omhoog moet. Dat we niet eh, het gevaar voor kinderen projecteren op die enge man in de bosjes. Maar dat we veel meer denken dat ook die hele gewone mensen, brave huisvaders. Eh, van politieagent tot bankdirecteur, dat die ook eh, kinderen kunnen misbruiken. Seksueel misbruik binnen de familie kan leiden tot een aangifte, een rechtszaak en een veroordeling. Zo is er hier in Den Bosch vandaag nog een grootvader veroordeeld. voor negen maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Voor het betasten van zijn twee kleindochters. Maar vaak is de drempel hoog om aangifte te doen tegen iemand in je eigen familie. Degene die, die het kind misbruikt, zal ook vaak zeggen: als je het aan mama vertelt, houdt ze niet meer van je. Of teksten zoals dat zijn. Dat, dat remt om met dat misbruik naar buiten te gaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat er gemiddeld acht dagen na het misbruik een aangifte wordt gedaan tegen een onbekende. En bij een bekende, zoals een familielid, gebeurt dat na tien maanden, als het al gebeurt. Bij Linda duurde het misbruik zes jaar en er is nooit aangifte gedaan door haar ouders. Ik had toch gewillen dat hij was veroordeeld, ja. Want, had dat geholpen? Ja, ik, ik zeg niet dat dat, uh, uh, dat dat alles goed had gemaakt, maar dat had zeker wel geholpen. Ja, ik had nog een stuk, een stuk van erkenning, denk ik, dat, uh, dat het echt is gebeurd. Het misbruik stopte nadat ze het haar moeder vertelde. En haar opa heeft ze nooit meer gesproken. Nog altijd krijgt Linda psychische steun om het misbruik te verwerken. Ik heb echt het idee dat ze mij uh, hulp aanbieden waar ik wat aan heb. En ik weet zeker dat ik, uh, dat ik daarna heel gelukkig kan worden en uh, een mooi leven kan opbouwen. Dat, uh, ja, dat weet ik zeker. En dit misschien ooit een plaats kan geven en kan laten rusten? Ja, ja. ja daar ben ik overtuigd dat dat gaat gebeuren. Ja.